doen ze dat op die manier allemaal. Daar zit er één. Hup. Kijk, dat is nog leeg. Dit heet coupeuzenwerk, jongens. Wat ik nou doe. Het is niet echt iets in elkaar zetten, maar iets vernaaien omdat het te dicht op de rand wordt gestikt. Dus je moet er een dubbele, ja, de naad moet een beetje breder worden daar. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag, want het is alweer 2:20. Ja, de tijd houdt geen schoft als je zelf stil zit of wat dan ook. Maar ik ben bovenop bezig geweest, dus ik kan het pret allemaal niet drukken, nee. Die dame wilde weer uit voor de zoveelste keer, dus het is nou ook droog. Ja, we zijn al door de regen geweest, et cetera. Maar het is nou droog, dus daar ben ik even wel blij om. Dus dan gaan we zo meteen eens doen. Kan of is binnen, Eeuwen is ook binnen. Uiteraard is Eeuwen binnen. Het is altijd binnen, ja. Meestal wel. Maar ook wens ik jullie natuurlijk weer überhaupt een heel warm welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenwolf. Ja, zo gaat het mij gewoon dagelijks door met het een en het ander. Zo. Hoe is dat op die manier allemaal? Daar zit er één. Hup. Kijk, dat is nog leeg. Wie lieve pech. En nou? Maffie. Maar oké, lieve vrienden, dat af en toe gebeuren hier ook hele leuke dingen met die dieren, onderling tussen hen. En dan heen natuurlijk met de camera niet bij de hand, die staat hier dan op tafel. Maar eer dat je hem dan aan hebt en alles, ja, dat is het leuke gedoe alweer over. En dat vind ik zo jammer, hè. Ja, eigenlijk zou er continu een camera aan moeten staan, alleen nog maar op hun. Ja, echt leuk. Maar ja, dan moet hij meedraaien met hun, dus ja. Dat gaat het er ook niet worden, nee. Helaas niet. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag op jullie manier. Het is hier, ja, treurig. Het is ook koud. Het is nou nog, ja, ik ben blij dat het nog 21 graden is in mijn huis. Dat het niet kouder is geworden. Maar ik heb wel mijn vestje aan. Ja, het was mij toch even te koud dat ik net weer beneden kwam. Vanochtend viel het wel mee, maar nu, ja, ik... Ik ga wel boven bezig geweest en dan krijg ik het warm, maar ik kwam beneden. Ik het warm en dan is het hier koud. Nou, oké. Maar ja, ik zou zeggen, geniet ze en ja, alles komt weer goed. Simpel, ja. Dus ik zou zeggen, tot straks. Doei! Ja, vrienden, een hele goede middag nogmaals weer een keer even. Ik heb net even een bak koffie gemaakt. Ik heb het niet al te warm. Komt ook mede door het weer. Ook ben ik iedere keer draaiig en raar in mijn hoofd. Ik heb ook heel erg heftig hoofdpijn, maar dan kun je de pret niet drukken. Nee, het komt gewoon deze door het weer. Het is zo hopeloos triest weer. Dat wil je niet geloven, maar ik ben niet de enige die erover klaagt. Omdat ik met Rijken uitliep. Waar er nog meer mensen hondjes uitlaten. Die stapten zich eens een keer en die ging eens een keer door de benen. Wat is dit? En... Toch, ik wou dat niet zo draaien was in mijn hoofd. Iedere keer, hè? En zo'n hoofdpijn. Ik zeg ook al. Ik zeg, nou, ik zeg, het zal wel door het weer leggen. Ik weet het niet. Ik zeg, maar ik heb er ook last van. Ze zei, nou, ik denk het ook. Ze zei, dat is een keer niks. Nee, ik ook niet. Dus ik heb hoofdpijn. En draaierig en ja, ik weet het niet. Heel raar. Maar ja, laten we hopen dat we weer beter weer krijgen. Want het is nou wel voor mij weer genoeg geregend. Mijn vrienden, straks, ik kan hier niet eens fatsoenlijk naar buiten langs lopen. Want ik moet er helemaal omheen. Nou, mijn picknicktafel staat er ook. Dus ja, dat gaat het een hero. Ja.
Je kan er niet fatsoenlijk doorheen, dus het is helemaal uitgewaaid. En dan krijgen we morgen nog weer een tropische storm, werd er gisteren gezegd op de televisie met het nieuws. Dus dat is afwachten van morgen wat het morgen gaat doen. Wie weet breekt het hele mikmakkie af. Nou, en dan is het schaar bij knippen maar en dan in een vaartje zetten. Ja, waarom niet? Zet het in een vaartje. Ik binnen ook wat. Totdat het weer uitgebloeid is. Ja, toch? Ja. Zo gaat het aan toe. Maar je kent nou simpel zat. Het is te... Nou ja, gewoon... Niks aan. Maar oké. Okay. Madameke legt in het mandje. En waar was Eeuwin? Die zag ik er net hier op springen, maar die is nou weer weg. Kandolf, die is trouwens buiten. Ik denk zomaar dat madammetje... De kleine, blauwe... Nee, ook niet. Nou, dat weet ik het ook niet. Oh, daar komt ze alweer. Hé, hey, meisje lief. Ja. Ja. Oh ja? Oh ja? Nou dan. Is het zo erg? Oh, is het zo erg? Oh. En toen? En toen? En toen? Hallo? Hallo? Oh ja. Nou, vind ik ook allemaal. Ja, nee, en die stoel die heb ik daar net neergezet, omdat ik zo meteen hier moet gaan zitten. Voor jullie op een vreemde plek. Dan ga ik hier zitten en dan hoop ik dat het allemaal mee gaat vallen. Dus ik moet even oefenen, want ik heb mijn jurk gespeld. Dan moet ik even oefenen op een stuk doek of zo, want ik heb jaren, maar nog jaren niet meer achter mijn naaimachine gezeten. Mijn mannetje lief, die heeft de beide naaimachines gemaakt. Want ik had ook de naaimachine van mijn moeder meegenomen, terwijl ik er zelf één had. Maar mijn voetpendaal, die was van bakkeliet toen destijds en die was gebroken. Hij zegt, nou hij zegt, ik heb wel een nieuwe voetpendaal. Dus hij neemt er eentje mee dat hij nog bezig was te verhuizen van zijn stad naar mijn toe. Dat was nog voor ons trouwen. Hoe, wat, weet het niet, maar alleen het leek alsof die pootjes had gekregen, maar we konden nergens meer vinden. Ook met de verhuizing hier naartoe, nergens te vinden. Maar we hebben wel een vermoeden, hoe en wat, dat die is weggegaan. Ja, maar niet getreurd, mijn man wist wel de stappen te ondernemen om aan die desbetreffende voetpendaal te komen. Terwijl die naaimachines niet meer worden gemaakt. Dat merk wat mijn moeder had. Oké. Maar hij wist er wel nog weer te vinden om een pendaal erbij te krijgen. Want al die stekkers die zijn anders hè, voor alle naaimachines. Maar mijn naaimachine was dus die pendaal ook stuk. En daar had hij een nieuwe voor. Tenminste had hij zelf een hiervoor. Maar hij hoefde alleen nog... stekker overgebouwd te worden van mijn kapotte pedaal naar die van hem. En dan had ik weer een pedaal. Maar ja, dat was beide door iemand weggegooid. Leuk hè? Maar niet dus. Maar in ieder geval, nog heel veel speurwerk, want ook mijn naaimachine is een Levenstein. Nou, dat merk ik. Ja, de oudere garde onder ons, die weten een Levenstein wat dat is. Maar de jongeren niet, want de Leeuwenstein is er ook niet meer. Dus, mijn man aan het zoeken op internet. Hé, hey, ja hoor, hij vindt er nog een. Dus die bestelt en dan heeft het gemaakt. Het enige wat hij heeft gedaan, hij vroeg hem een doekje, want hij kon zelf ook naaien. Hij vroeg een gewoon een oude doek. Hij zegt, kijk even proberen. Nou, en dan deed het. Nou, het is opgeruimd. En nooit weer naar Rome gekeken, dus ik moet er zo meteen op tafel zetten en ga ik eerst een stukje proef doen. En lukt dat? Nou ja, dan ben ik tevreden, dan kan ik mijn jurk maken. En dan laat ik jullie dat natuurlijk even meegenieten met dat geruttel. Ja, dus ik heb ook ruimte gemaakt op mijn tafel.
En mijn jurk ligt daar. En ja, ik moet eerst rot van maken om, hoe heet het, de naamje te pakken, want het ligt wat op. En ook, is dat al lekker een eind op weg? Kan ik dat ook weer naar YouTube brengen? Dus dat gaat ook lekker. Dus ja, ik ben druk bezig, ondanks dat ik toch wartende hoofdpijn heb. Ook Karin, die is niet helemaal in orde, die is wat ziek en ook eronder uitgegaan, geloof ik. Dat, ja. We hebben er allemaal last van. Ja, maar oké. Okay. Ik zou zeggen, geniet op jullie manier maar van deze vieze druilige dag, want ik vind er niks aan. Ik kan er niet tegen. Ik kan er zo min tegen, dat druilige weer. Geef mij maar de zon. Ja. Ja, de zon. Heerlijk. Maar ik zie jullie zo meteen weer. Nou, lieve vrienden, mijn naaimachine die doet het. Ja, ja, enkel dat ziet er niet uit, maar het gaat om het resultaat wat hij doet. Ik heb de bovenkant wel schoongemaakt waar de jurk langs moet. Eigenlijk moet ik hem helemaal schoonmaken, maar er zijn de vlekken erop, die krijg ik er gewoon niet meer uit. Maar ik heb met ontzettend het schoongemaakt, maar ja, bovenop is het schoon. Ik heb hem ook al aan de zijkant gedaan, maar dat wil niet helemaal. Maar er staat meneer of mevrouw, ja, hoe noem je zo'n apparaat? Ja, vrouw, mannelijk, ik weet het niet. Maar ja, dan ga ik mijn jurk even naaien. Dus we gaan even ruttelen. Zo, zet ik u daar ook neer als dat tenminste wil. Wil. Oh. Hij moet wel willen, jongens. Ik doe dat even anders. Ik ga eerst daar zitten en dan zit ik dat ding goed met die poten. Want jullie staan nou scheef. Zo, die moet zo. Jeetje, wat een toestand, hè? Oh, wat erg. Ik doe jullie eerst even uit, dan zitten jullie niet mee te wiebelen. Nou, jullie staan goed. Ja, ja. Echt wel. Doe ze daar naartoe. Mijn spelbak daar naartoe. Dan moet ik ook zelf goed gaan zitten. Dan gaan we deze pakken. Aha. Dus je moet je spel daar hebben. Zo. Ruttelen. Die stap je er over wat uit. Want dit is heel erg dik. Daar moet mijn pootje overheen weer willen gaan. Even met de hand. Een stukje. Poot zoeken, het pedaal. Dat ga je als je een kleed op tafel hebt leggen. Blijf liggen. Ja, dat dacht ik wel. Ja, dat dacht ik wel. Ja, dat dacht ik wel. Het is te dik, het stof daarop. Ja, gaat goed komen hoor. Ik zet voorzichtig er doorheen en opduwen. En die moet goed vast. Die zit ook nog goed vast. En dan moet ik trekken. Ja. En dan schuiven we weer een stukje op. En dan maak ik dat straks beter met de handen stukken. Moet dat kunnen. Kom op, niet zo eigenwijs. Doe je het nou? Kijk niet dan eens. Wordt iemand achter de naaimachine gezien?
Ja, nog een geld erop. Voilà. We zijn op de goede weg. Ja, ik doe niet dreigen, ik doe met spelden. Normaal speld ik zo, ging ik er zo overheen rug. Maar ik heb het nou zo gedaan. Omdat ik, ja, hoe noem je dat? Verschuivende naar eigenlijke naad moest ik wat breder maken. Dit heet coupeuzenwerk, jongens. Wat ik nou doe. Het is niet echt iets in elkaar zetten, maar iets vernaaien. Omdat het te dicht op de rand was gestikt. Dus je moet er een dubbele, ja, de naad moet een beetje breder worden daar. En dat hecht ik zo meteen wel met de hand. Dan doen we die er ook gelijk uit als die er ook gelijk uit wil. Jij moet nog blijven zitten, dat is het beste van dit. Zo, dan kom je eruit. Die kan eruit, kom op, eruit willen. Zo. Kijk er eens aan. Die laat ik hangen, want hier ga ik zo meteen weer even aanhechten. Want dat heb ik niet kunnen doen, omdat het stof daar te dik is. Dus dat doen we met hand. Dan moet ik aan die kant beginnen. Zeker. Ja. Maar die zit er in ieder geval in. Ja? Nou, en hoe netjes. Ja. Kruis. En niet op de rand. Nee, want hij is gewoon daar dubbel. Ik zal het jullie straks beter laten zien in het licht. Ja. Want kijk, hier al, ik weet niet of jullie dat zo zien. Daar jullie zien dat het rafeltjes is. Nou, daar ben ik ook allemaal niet gewend op die manier. Zit er dan een dietje randje langs? Ja, en ik heb het hier al, heb ik het dubbel gedaan. Eigenlijk was dit de naad. Nou, ik heb het omgevouwen. En ik ben heel langzaam daar naartoe, naar de punt toe genaaid. Ik laat het zo ook kunnen zien, want ik het zo even neer. Draai ik nu om. Kijk, daar loopt het heel smal toe. Nou, dat is door een naaiatelier of wie dan ook gemaakt. Maar ze waren hier ook naar de rand toe gegaan. Dus dat stof is eruit gegaan. Nou, en dan heb ik het dubbel gevouwen en weer gemaakt. Maar dat moet dan van breed naar smal toe lopen. Nou, en dan, dat behoor ik peusjes ook te doen of helemaal open te maken, dat je dat afknipt en dan weer. Nou, het is voor mezelf, het is niet voor een klant, dus als het me netjes is. Zo denk ik erover. Maar ja, wie ben ik? Het is voor mezelf en niet voor een klant. Is het voor een klant, dan moet ik het helemaal los tornen, moet ik het afknippen, de wat geraafde wat stukjes. En dan moet ik dat weer voorzichtig zien te naaien. Maar ik moet ook aan het model denken. En dan had ik nog hoger moeten gaan beginnen. Ja, ken je dat? Ja, en er lagen al draadjes op tafel. Zo, dan leg ik daar wel even op. Nou, dan gaan we hier beginnen. Bij het puntje. Dan moeten die draadjes even naar achteren willen. En jij daar naartoe. Piep, piep. Oh,
wacht even, ik doe jou even anders. Het is zo moeilijk te zien. Met dat kleine beetje licht. Zo. Dan gaan we daar beginnen. Dan moet ik de poot weer zoeken. Die staat daar. En dan kijk ik wel aan en oprechten. Speldje eruit. Zo. Hier een speldje eruit. Kom nu. Ja, en ik zal nu ervoor staan. Heb ik zaterdag bezoek? Van wie? Weet ik niet. Nee, het is een meneer. Kan hem enkel maar via Facebook. Nou, hij woont niet zo ver weg. Hij moet wel met de trein, maar het is niet zo ver weg. Maar ik heb gezegd dat ik een vlogster ben. Oh, vind ik die helemaal niet erg dat hij op YouTube kwam? Nou, ik zeg, weet je net. Ik zeg, dan kom je wel op de wereld te staan. Oh, niet erg. Nou ja, oké, prima. Leuk toch? Ja, dat wil ik toch ook wel netjes voor de dag komen, toch? Dus daarom, mijn jurk is verder nog schoon. Dus mijn broek is ook alweer schoon, die moet ik even nog strijken. En dan koud is, kan ik daar een mooi zwart dingetje onder hebben. Dat vind ik toch mooier staan dan die gifgroene. En is het helemaal warm? Nou, dan denk ik dat ik toch wel weer wat anders kies. Dat ik misschien wel deze jurk neem en dan bij wijze van spreken een zwarte legging eronder. En verder is niet. Kom op, waar ben je nou? Maar ja, ik heb nog keuze genoeg. Misschien doe ik wel helemaal wat anders aan, maar dat doet er niet toe. Maar dan is die wel gemaakt, die jurk. Kom, ook eruit. Nog één eruit, kom. Ja, dan komen we straks weer bij dat hele dikke. En je ziet helemaal dat het ernaast was gestikt. Omdat het... Dan wil die er niet uit. Dan wordt het spel opgenomen. Kom maar. Hup. Die spel eruit. Kijken hoe dat ik hier doorheen kan komen. En dan doe ik één keer met de hand en aantrekken. Anders komt hij er niet doorheen. Oh, heb ik ook wel eens gehad op de naard. Dat werkt niet nog op een naard, hoor jee. En dan was het zo dik. En toen zei de baas, dat moet je met de hand maken. Ik zei, pardon? Ik zei, ik zit achter een naaimachine en ik werk niet met de hand. Ah, hoe wil je dat dan hebben? Ik zei, laat dat maar aan mij over. Van mijn moeder geleerd. Kom met je hand, die wil draaien. Kom je er wel doorheen. En met de andere hand gewoon een beetje aantrekken. Maar ja, als je er eenmaal bent, je kan niet terug. Dat gaat een beetje moeilijk. Dus het enige wat je dan met de hand moet doen, dat is het aan- of afhechten. En je komt er wel. Ik denk dat het een beetje langer. Nou ja, één. Maar het wordt wel netter. Dan dat je het gedeelte met de naaimachine doet en een gedeelte met de hand doet. Je krijgt nooit niet dezelfde steek.
Zo, dan draai ik hem toch eens even om. Hup, 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 barbecue. Hup, 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 barbecue. Kijken wat die doet. Kijken wat die doet. Ja. 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 Nog een keer. Draai ik hem weer om. Kijk toch ook weer. Met de hand. Ja. Hup, draaien. Het wieltje nog eens om en om dezelfde stikrand weer. Paap. Zo, en dan kun je trekken. Net geduwd. Hup. Ja, en toen? Ja, toen wou hij niet verder. Is dat balen? Ja, toen bleef de naald er ook nog eens in zitten. Oh, heb ik dat? Maar ja, dat kan ook wel weer over. Hup. Zo. Pootje eraf. Heb ik vaker gehad. Gewoon even meehelpen. Alles zo. Nou. Hup, 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 daar is het klaar. Dan moet je wel de draad er doorheen water, hè? Ja. Zo. Ja, ja, nou. Die even daar naartoe. Dan moet op de vlakke kant. Dan moet naar achteren. Maar de jurk is klaar. Moet ik nog even die draden en die ene even afhechten. Waarom wil dat niet? Oh ja, kijk zo. Het kan die vastgedraaid worden. Dat moet ik wel willen. En dan terugdraaien. Is het nou weer los? Moet die draad niet? Oh, nou, haal ik het gewoon uit. Maar waarom die draad nou niet wil? Nou, ik zeg. Oh, ik kan het begrijpen. Nou, dan haal ik hem toch weer los. Nou, wat is dat? Zo dan. Komt goed. Platte kanten, dat kan nog. Achteren. Zo, ik ga weer vastdraaien. Pootje er weer onder. Komt u maar. Dank u wel. Schroefje er weer in. En doe wat ik zie. Doe nou eigenwijs. Zo. Nou, dat kan. Weer te gaan, die ligt daar weer. Zo, nou, dan kan ik dat beter zo meteen even doen. Nou, dan leg ik dat weer. Daar ook neer. En klaar! Ik moet denk ik dat nog even met de hand even doen. Maar ik ben blij dat ik zo ver klaar ben gekomen. Eerst ga ik deze weer opruimen. Ik haal het kostje trouwens wel af, want je weet nog nooit of ik het nog weer gebruiken moet. En dan moet ik weer die hele naaien zien pakken. Daar heb ik geen zin in. Nee. En nee. Gaat niet gebeuren. En dan had hij hier zo'n mooi randje. Zo. Nou, dan is het liggie uit. Stekker eruit.
En biefstukken eruit. En dan moet ik even heel voorzichtig slepen. En dan ga ik hem in de water. Zo, want die heeft mijn mannetje dus gemaakt, hè? Ja, ik ben zo trots op hem. Dat wil je niet weten. Hij kon alles wat dat er gaat. Ja, wat zijn ogen zagen, dat kon hij maken. Dus zag hij een filmpje op YouTube. En dacht ik, nee, dat is leuk. Toen maakte hij dat. Ja, gewoon geweldig. Dat gaat het er niet worden. Ik moet eerst één snoer. Even kijken. Hoe hadden we dat nou? Ik moet ook twee bindertjes. Dus eerst die. Ja, nou, waar lagen die bindertjes nou? Oh, wat ben ik chaotisch bezig. Dat is er één. Maar ik had er nog één. Oh, het ligt op de grond. Zo, die doen we dan hier al aan. Willen mijn vingers ook niet helemaal 100% meewerken. Vooral mijn duim niet en ik ben nog rechts ook. Zo. Nou moet ik die hebben. Hup. Dan wordt het snoer te dik bij elkaar. En hier gaan we weer over de andere snoer. Die pendaal. En die is wat dikker dan de rest. Zo. Nou, voor hier naast de naaimachine. Dat gebeurt ook niet vaak. Nee. Dat gebeurt niet vaak. Toch? Ja, dan moet ik ook nog. Die moet zo wel, die moet er ook nog tussen. Blijf staan. Die moet er weer uit. Dat is mijn tafel. Maar. Mijn koffer. Zo. Dat naar binnen. Hier naar binnen. Zo. Nou, dan kan die weer in de kast. Dus ja, dat gaan we weer even doen. En ik zeg dan op mijn beurt. Gewoon doorgaan met die banaan. En ik zal mijn jurk verder even met de hand even afmaken. En, maar dat is gewoon eventjes de garen waar ik wel heb af kunnen hechten, even dat afknippen fatsoenlijk en de andere kant wel even aanhechten en afhechten. Even dat stukje, weet je wel, dat lukte niet. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Tot later. Doei.